hoofd naar achteren houden. Ja, en neuzig knijpen, hè. Ja, anders komt er wel. Papier opzoeken, om niet te veel morsen. Adem inhouden. Meestal is mij verteld dat je je hoofd achterover moet houden en iets koud in de nek moet leggen of zo. Maar ja, ik weet niet, in ieder geval al een zakdoekje, dat is te helpen, maar... Ja, zoiets. Ik zou zeggen voorover hangen en dichtknijpen een paar minuten. Hier. Ja, inderdaad. Ja, ja. Voorover. Want achterover dan stroomt bloed naar achter en dat wil je niet. Ja. Koud water, hè? Koud water, meteen. Ja. Meteen koud water in... En een drukverband, als je het hebt. Ja, inderdaad. Voor de rest wil ik echt niet pijn hebben. Echt gewoon pijn hebben. Bellen naar het brandwondencentrum. Ja, bellen. Mama bellen. Doe alsof het niet is. Direct onder koud water houden. Ja, stromend koud water. Direct. Voor de rest, ook uw kleren of zo. Als het echt erg is, moet je kleren niet uiten, denk ik zelfs. Dus gewoon direct onder koud water. Eerst water, de rest komt later, toch? Ja. Als ze het onder de kraan houden. Koelen en dan niet gelijk ook wat... Lauw water, volgens mij. Lauw stromend water. Ja. 10 minuten. Stromend, inderdaad. En niet op de wond zelf, maar ook laten aflopen. Oh. Nee, niet dat doet zeer als je het gelijk erop gaat. Ontsmitten. Ja, ontsmitten en er geen plakker op doen, zodat hij lucht krijgt, dat hij sneller... Ja, inderdaad, dat hij sneller geneest. Pak je die plakker erin. Heel goed ontsmitten. Zien dat alles goed proper blijft, afdekken en ja, dat is het denk ik. Met water schoonmaken en dan niet op de wond zelf, maar vanaf de been naar beneden laten stromen, dat je het schoon kan maken.